Er zit helaas een kleine overtikfoutje, toch een foutje erin geslopen van de website. Maar ja, kan gebeuren, ik ben ook een mens, ik maak ook fouten. Ja, als je bij mij uitroepteken surfen, dan kwam je niet eens op de Domstad. Website kreeg je dan niet, kreeg je een andere website. Politie mag wel fouten maken, vooral buiten roleplay. In roleplay niet. Nou, nu ben ik in roleplay, dus dan mag het niet. Maar die links die maak ik buiten roleplay om. Dus ja, foutjes kunnen gebeuren. Ik zal me vol tanken en dan ga ik wel een beetje boven de twee grote hotspots vliegen. Ik zal even doorgeven, 21-0-4 is in de lucht. En dan geef ik nog even wat aan. Zodra er echt wat spannend gebeurt, dan kan het zijn dat jullie wel qua chat te horen zijn in de stream. Nu niet, op dit moment. Oh, nu namelijk te veel lol hebben. Maar Matty, ook trouwens gefeliciteerd namens mij met je upgrade naar Gent. Ben ik niet meer zo vaak de enige agent online. Tankstation vliegveld is ook niemand. Nee, nou daar hebben we nog meer vrienden uit om te kijken. Want als het echt dit zo doorgaat en ik haal echt een goede piek vanavond. Dan wordt het helemaal groot feest. Dan word ik alternate. Nou, spreek je het zo uit. Wat ik vandaag zag, wat ik voor het laatst keek, moet ik nog 0,5
gemiddelde kijker hebben. Zo, 21.04 is weer compleet in de lucht getankt en al. Mooi. Vanaf de lucht is er bij jullie niks te zien. Word je gek van schiemelement? Hey. Dat is een nadeel. Ik heb mijn eigen bot, dus ik gooi mijn eigen bot dan aan de kant. Ik heb geen last van streamelement. Bij de grote bank in de lucht is ook niks te zien. Oh. Kijk, daarom ben ik zo blij met mijn eigen jongen. Jongens, ik hoor nu wat. Oh. Streamelements wordt geblokt om ze een link willen sturen. Om ze geen moderator te zijn. Gelukkig heb ik mijn bot wel ingesteld als moderator. Dus die kan gerust links blijven sturen tot hij in ons weegt. Geef hem dan nog gewoon een definitieve ban.
Nou, bij mij is het ook. Ik heb af en toe gewoon tot een deel van de map weggefaald. Dus ik kijk er gewoon doorheen. Kijk, Mattie, daar heb ik dus een comment voor. Uitroepteken comment. Daar krijg je de hele lijst met alle comments. Ja, maar dat is het voordeel van. Mijn Twitch-bot, die het tegen moet houden, die schrijft zelf de tekst. Dus ja, dan geeft hij zichzelf een ban. Dat gaat niet. En daarbij, ik heb nog niet zoveel uitroeptekenacties. Het leukste is, ik heb dus ook aanzet dat er dus geen links mogen gestuurd worden. En mijn bot, die kan dus gewoon zijn link sturen in de chat. Ik weet niet hoe ik dat aan moet zetten, dus... Dan zeg ik alsnog, als je dan echt graag muziek wil hebben op de achtergrond, join mijn Discord. Zit daar even in de muziekchannel, je muziek. Dan zal ik zorgen dat het daar op de achtergrond aankomt te staan.